Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nikki en vandaag neem ik jullie mee naar 10 budget hacks die je kunt gebruiken in de hobby om geld te besparen. Ja, ik krijg de vraag heel veel. Nikki, heb je tips om geld te besparen binnen de hobby? Nikki, heb je ideeën hoe dit goedkoper kan? En wat zijn nou jouw beste manieren om de hobby niet enorm duur te laten worden? Wel, laat ik beginnen met het zeggen dat je de hobby natuurlijk zo duur kunt maken als je zelf wilt. Een enorm high-tech beplant scape aquarium met stenen uit Japan, CO2-sets, enorm dure verlichting, een twin star. Noem het allemaal maar op. Het beste van het beste. Of beste. High-tech hoeft trouwens niet eens per se het beste te zijn. Maar ja, gewoon echt helemaal high-tech willen gaan en helemaal all-out willen gaan, ben je natuurlijk veel duurder uit als dat je kijkt naar planten die goed groeien, waardoor je geen nieuwe planten steeds hoeft te kopen. En goed starten met een goede basis, waardoor de aankopen die er steeds blijven komen helemaal niet zo hoog zijn. Of gewoon gaan voor lage planten, waardoor bijvoorbeeld verlichting minder duur hoeft te zijn, etcetera, etcetera. En daar wil ik op gaan focussen in deze video. Hoe zijn de dingen waar je niet aan denkt, die je maar wel koopt, die een stuk goedkoper kunnen, omdat je er bewust bij gaat nadenken of je het nodig hebt. En misschien zijn er dus wel goedkopere alternatieven. En om te beginnen met de eerste. En dat is het zand dat jullie hier achter mij in al mijn aquaria zien. Filterzand. Filterzand is perfect namelijk om te gebruiken als aquariumzand. Het heeft als voordeel dat het veel goedkoper is als standaard aquariumzand, wat veel duurder is. Tegelijkertijd zit je ook gewoon met heel erg goede kwaliteit. Sterker nog, filterzand is vaak betere kwaliteit als standaard zand of grind voor aquaria. Waarom is dit? Wel omdat filterzand gelijke korrelgroottes heeft. En het zijn ronde korrels. Wat betekent dat ze minder makkelijk in elkaar dichtslippen. Want ze liggen tegen elkaar en kunnen dus niet in elkaar vallen. Wat ervoor zorgt dat je een betere doorstroming hebt in de bodem. Het heet niet voor niks filterzand. Het wordt over het algemeen gebruikt in filters van bijvoorbeeld zwembaden. En daardoor is het gewoon veel luchtiger. Is het dus goedkoper. Het lijkt op zich ook nog vrij natuurlijk. Het zit dus ook in al mijn aquaria. Mocht je benieuwd zijn hoe het er nou uitziet. En ook beïnvloedt het je waterwaarde compleet niet. Bepaalde soorten grind en zand die je ook gewoon kunt kopen in de aquariumwinkel en verkocht worden als aquariumzand, beïnvloeden je bijvoorbeeld je KH, waardoor je harder water krijgt. Dit is natuurlijk soms niet negatief, maar soms wel negatief. En filterzand beïnvloedt je waterwaarde compleet niet. Dus wil je goed kwalitatief zand hebben, wat dus ook voor alle grondbewoners goed is, omdat het zand is, afgerond is, geronde korrel is, gelijke korrel is, waardoor het makkelijker in onderhoud. Kies voor filterzand. En er zijn verschillende groottes. Ik heb de middelste korrel in alle maten zitten. En ik zal even een link in de beschrijving zetten waar je het bijvoorbeeld kunt halen. Het is ook echt een stuk goedkoper als dat andere soorten zand zijn. Dan door naar nummer 2. En dat zijn filterwatten. We blijven even bij het filter. Filterwatten worden vaak onderschat in hoe nuttig ze kunnen zijn. Ze zijn enorm goedkoop en kunnen bijvoorbeeld heel simpel een enorm zweefalgprobleem oplossen in je aquarium. Stel je komt maar niet van zweefalg af en je standaard filtratie trekt het niet. Koop filterwatten. En deze zullen ervoor zorgen dat ook de fijnste deeltjes uit jouw water weggehaald worden. Vaak is simpelweg filterwatten of je filterwatten wat meer vervangen een enorme oplossing bij zweefvuil in het aquarium dat maar blijft. Tegelijkertijd heeft filterwatten ook nog iets anders leuks wat het goed kan doen. Namelijk je ramen schoonmaken. Omdat het zo fijn is, kan het heel erg makkelijk alg van je ramen afhalen. En dus de niet zo super hardnekkige alg kun je heel makkelijk weghalen met filterwatten. Dus zowel voor in je filter als voor je ramen is filterwatten een ideale hack om zowel geld te besparen als problemen goedkoop op te lossen. En stel, mocht je alg nog steeds niet weg zijn van je ramen, dan gaan we door naar nummer 3, namelijk een oud plastic pasje. Een bankpasje, een klantenkaart bij whatever. En kun je heel erg handig gebruiken om alg van je ramen af te halen. Helemaal de hardnekkige algen die filterwatten, in mijn geval, ik gebruik over het algemeen filterwatten. En voor de hardnekkige algen dan een bankpasje. En op die manier zorg je er heel makkelijk voor dat je de oog van de ramen af hebt. Een bijkomend voordeel van bijvoorbeeld van een pasje tegen bijvoorbeeld een algenmagneet is dat algenmagneten, als je
bij je bodem komt en ze nemen zand mee, één grote krassenmachine wordt. Een algemagneet is dus eigenlijk wel heel erg af te raden als je werkt met zand of fijne kiezel wat tussen de magneet kan komen. Want in een bak met alleen maar krassen, nou ja, wordt er niet goedkoper op om dat te vervangen, zeg maar. Dus een bankpasje is dan ook een ideale hek om zowel krassen te voorkomen als alg makkelijk weg te halen. Door naar nummer 4. En dit is misschien één die niet helemaal herkend wordt als iets wat geld bespaart, maar goed onderhoudt. Waarom bespaart dit? Omdat het preventie is van problemen. En problemen, ja, die kunnen nog wel eens geld kosten. Ziektes heb je medicijnen voor nodig. Goed onderhoud is dus ideaal. Tegelijkertijd, als ik eventjes iets specifieker ga binnen onderhoud en zeg waterwissels, is dat vaak een perfect medicijn voor wat onbalansen binnen je aquarium. Als je aquarium net niet helemaal lekker lijkt te draaien, zijn waterwissels over het algemeen iets wat je aquarium best wel er net even weer bovenop kan krikken. Waarom? Vers water is soort een immuunboost voor je vissen. Dus vers water is ideaal om in je achterhoofd te halen. Nu, laat het duidelijk zijn. Zorg ervoor dat het kwalitatief goed water is. Want anders dan hebben je vissen er natuurlijk nog niet aan. En zorg er dan voor dat je dus wat extra waterwissels doet. Misschien krikt het die immuun net even genoeg op om die ziekte voor te zijn. Om net even dat onbalans uit het aquarium te halen. Om net die alg misschien die wat aan het komen is eruit te halen. En dat goede onderhoud zorgt er vaak voor dat je heel erg te veel dingen voor bent. Wat weer extra geld kost. En als we dan doorgaan naar het volgende punt, dan gaat dat weer door op die preventie. Dat is namelijk goed voer. Ook dat wordt heel erg onderschat, hoe belangrijk goed voer nou eigenlijk wel niet is. Goed voer zorgt er namelijk voor dat je vissen veel gezonder zijn, veel langer blijven leven en veel minder vatbaar zijn voor ziektes. Tegelijkertijd geniet je ook meer van de vissen omdat ze vaak beter op kleur zijn, happier zijn. Dus goed voer is heel belangrijk. Goed voer hoeft wel niet meteen duur voer te zijn, maar kijk vooral gewoon naar goed voer. Want zelf gebruik ik dus basleer. Ik denk dat jullie dat zo ongeveer allemaal wel weten. Ik zal een link zetten in de beschrijving naar waar je dat kunt halen. En het voordeel van dat voer is dat als je met goed voer bezig bent, je vissen veel minder snel problemen hebben. Daarnaast is het ook nog zo dat je misschien mag denken, hè, maar het is duurder als dat ik normaal een potje in de winkel zou komen. Maar het is ook nog zo dat goed voer over het algemeen betekent dat je in verhouding minder hoeft te voeren. Want heb je niet goede kwaliteit voer, en helaas zijn heel veel merken die je standaard momenteel op de markt vindt, totaal kwalitatief helemaal niet goed voer. Wat betekent dat je eigenlijk je vissen niks voert. Dus ze hebben er ook eigenlijk heel weinig aan. Voer je dus goed voer, dan zorg je er ook voor dat je veel langer mee kan met het voer. Want in verhouding hoef je minder te voeren. En zorg je er natuurlijk voor dat je vissen happier zijn. Wat ervoor zorgt dat je natuurlijk weer minder medicijnen hoeft te kopen. Preventie is natuurlijk de beste kostenbesparing. Laten we daar wel eerlijk over wezen. Door naar weer even een wat standaarder budgethack nummer 7. Genaamd voedingscapsules. Voedingscapsules kunnen ervoor zorgen dat zowel je planten langer blijven leven, waardoor je niet steeds nieuw hoeft te kopen, als dat je bespaart op een bodem die uitwerkt. Een voedingsbodem die uitwerkt en toch niet goed werkt of gaat rotten, wat natuurlijk ook weer geld kost, want een bodem vervangen kost geld. Ik heb een uitgebreide video gemaakt over voedingscapsules, hoe ze precies werken, wat de voordelen ervan zijn. Die zal ik hierboven linken, maar heel kort gezegd komt het erop neer dat voedingscapsules veel goedkoper zijn en tegelijkertijd ook veel beter het werk kunnen doen voor algemene aquaria. Speciaal aquaria, dat buiten gelaten. Maar gestandaard gezeld op aquaria zorg je ervoor dat je met voedingscapsules je planten de juiste voeding geeft die ze nodig hebben. En dat heel gericht kunt doen zonder dat je een complete bodem daarvoor hoeft aan te schaffen. Wat het natuurlijk ook nog eens een stuk goedkoper maakt. Door naar nummer 8. En dat is namelijk een folie achtergrond. Zelf heb ik achter alle aquaria zwarte folie zitten als achtergrond. Dit is enorm goedkoop. Haal je gewoon bij een bouwmarkt, een Gamma of een Praxis of iets dergelijks. Knip je op maat en dit kun je gewoon dus achter je aquarium plakken. Het voordeel van raamfolie is dat het dus zelf plakt, heel erg makkelijk is. Je ook niet zit met lijm die je moet aanbrengen of die je koopt als je een standaard aquariumposter koopt. Tegelijkertijd is het dus goedkoper, maar ook makkelijker als je vergelijkt met een interne achterwand.
Bijvoorbeeld kurkachterwanden zijn veel duurder. Ze zijn wel heel erg gaaf natuurlijk, maar je hebt ook het nadeel dat het qua onderhoud moeilijker wordt. Want er kan heel erg veel vuil vasthouden in zo'n achterwand, in de holtes van de achterwand. Wat weer kan zorgen voor algen, wat natuurlijk ook het nodige gedoe met zich meebrengt. Of je moet de hele achterwand eruit halen, wat natuurlijk ook niet bepaald makkelijk is. Tegelijkertijd, een folie achterwand is dus heel erg budgetfriendly en heel erg leuk ook om in het aquarium achter je te hebben. Want het kost eigenlijk niks en de effecten en de plezieren ervan zijn erg groot. Dan nummer 9 die ik recent tegenkwam. Namelijk je slang schoonmaken met een spons. Stel jij hebt een enorm vieze aquariumslang, filterslang en wil deze schoonmaken. Hier zijn enorme sets voor die je natuurlijk moet kopen, maar het kan ook heel veel simpeler. Ik ga jullie eventjes meenemen in hoe Jurre dat altijd doet. Allereerst begin je natuurlijk met een vieze slang. Een vieze slang heeft als nadeel dat de doorstroming minder goed erdoor gaat, waardoor je filter langzamer doorstroomt en misschien zelfs algen tot gevolg krijgt. Een schone slang is dus best wel heel erg belangrijk. Allereerst zorg je ervoor dat de slang ofwel op een kraan kan, ofwel op een pomp kan die je dan in een bak water legt en hem op die manier doorzet, mocht je echt op geen mogelijkheid de slang op de kraan krijgen. Dan zorg je ervoor dat je heet water door de slang heen spoelt. Waarom heet water? Wel, je zorgt ervoor dat de slang op die manier week wordt. Wat één ervoor zorgt dat het vel wat makkelijker loslaat. En tegelijkertijd zorg je ervoor dat de slang zo soepel mogelijk wordt, zodat er straks een spons doorheen kan. Als spons kun je gewoon een simpel schuursponsje gebruiken die je in stukjes knipt, in de slang drukt, pomp of kraan erop. En op deze manier, zoals jullie het hier zien, maakt dan de spons de slang heel erg goed schoon. Voor enorm lange slangen werkt dit ook. Je doet er gewoon meerdere stukken spons in. En zoals jullie op deze manier zien, is de slang na een aantal rondjes met de spons erdoor, die je natuurlijk ook gewoon kunt hergebruiken, weer helemaal mooi schoon. Dan gaan we door naar het nummer 10. En na het nummer 10 heb ik nog even een bonus voor jullie. Maar nummer 10 is goed inlezen en geduld hebben. Ik denk dat dit nog wel een van de grootste hacks is die je kan hebben. Heb geduld en lees je goed in. Waarom? Wel, één, als je goed inleest, dan zullen er een hele hoop verkoperstrucjes langs je gaan, omdat je weet dat het niet werkt, weet dat het geen zin heeft. Ook is geduld op dezelfde manier. Heb je geduld, zal je minder snel vallen voor een impulsaankoop als levende bacteriën die je aquarium sneller zouden doen opstarten. Dit kost extra geld, werkt niet. En het zorgt er natuurlijk wel weer voor dat je die extra aankoop hebt gedaan. Heb dus geduld, waardoor je minder snel aankopen sowieso doet. Lees je goed in voordat je een aankoop doet, wat zowel impulsen als onnodige aankopen voorkomt. En ik denk dat we er allemaal wel schuldig aan zijn dat het niet helemaal het voorkomt. Maar toch zal het het heel erg terugbrengen. Hetzelfde met als je aquariumplanten koopt. Lees je in welke planten het gaan doen. Want als je planten koopt die het toch niet gaan doen in jouw aquarium, dan heeft het geen zin om ze te kopen. Want dan gaan gewoon de planten weer opnieuw dood. En moet je weer nieuwe kopen. Dus zorg ervoor dat je je goed inleest. Dan, voordat ik doorga naar de laatste. Ik heb een deel 1 van deze video. Dit is namelijk eigenlijk een deel 2. Ik heb eerder een video gemaakt die ook allemaal dit soort life hacks, budget hacks aan jullie meegaf. En die zal ik hierboven linken, mocht je dat niet gezien hebben. En zal ook staan aan het einde van de video. Nu, als je dit nou allemaal nog niks helpt en je hebt zoiets van, ja, maar die vissen zijn me gewoon allemaal veel te duur en dit werkt gewoon niet, ga voor nepvissen. De hobby kost nu eenmaal geld en we zijn verantwoordelijk voor dieren. Ik vind niet dat we geld moeten besparen wat ten koste gaat van het welzijn van de dieren. Heb je het geld er dus niet voor over om voor die dieren te zorgen, neem ze niet. Je hebt een stuk natuur in huis. We zeggen wel eens, het is een levend schilderij, maar het is een stuk natuur en het zijn dieren. En als je een levend schilderij wil, neem een tv. Klinkt wat grof, maar het ding is wel dat we bezig zijn met dieren. En als je het geld er niet voor over hebt, dan kun je nog zo budget-friendly mogelijk gaan. Maar het kost wel eenmaal geld. Dat gezegd zijnde wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze video. Heb jij nou nog budget hacks voor wat jij helpt in het aquarium? En heb je nog ideeën voor een deel 3? Laat het weten hier in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd om ze allemaal te lezen. Ik hoor ook heel erg graag of jullie iets hebben gehad aan deze video. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een nieuwe video. Dus doei!